Welkom bij een nieuwe aflevering. Wat zit er in de zak? Wat hebben we gekocht de laatste maanden? Het is eigenlijk de laatste weken. Ah ja, pardon. Ja, we zouden niet veel gekocht hebben op een paar maanden tijd, hè? Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja. Benieuwd. De laatste dagen en weken, ja. Ja, oh, Whitesnake. Ja, gekocht in de Solden, 3 voor 10 euro en het is een limited edition. Ja, ik heb er al een paar nummers van beluisterd. Ik ben niet de grote Whitesnake van, maar bon. Af en toe een beetje klassieke hardrock, yeah. Moet wel kunnen. Dus de reviews en alles is positief, dus ik ga het de komende tijd proberen te beluisteren. Proberen. Ja. En dan hebben we hier Opet. Dat is geen CD. Er zit een CD bij. Ja. Het is DVD en 2 CD's, als ik me niet vergis. Of toch minstens 1 CD. 2 CD's, ja. Het is een live Garden of the Titans 3-disc set. Normaal kost die redelijk veel geld, maar uiteindelijk kunnen we op de kop tikken, denk ik, voor 5 euro. Ik ben niet de grootste Opet van. Ik vind het een redelijk tegenvallend band live. Maar goed. Ik weet wat je nog tegen mij zegt. Ik weet het, maar dat was vroeger, Evi. Dat was vroeger, ja. Ja, maar dus, ik heb al stukjes hiervan gezien op YouTube en het spreekt me wel aan. Dus binnenkort daar ook eens werk van maken. Ja, we gaan nog veel werk aan zien. Ja. Dus, amai, als ik hier zie wat dat hier allemaal... Anthrax, ja. Kings Among Scotland. Ja, en, ik heb een aantal live albums van Anthrax. Deze is eigenlijk eerst een beetje een best-of set en dan de volledige Among the Living live. Ja, hij is uitgekomen in 2018. Ik denk dat ze wel in een goede periode zaten dan. Ja. Dus voor hetgene dat ik er al van gehoord en gezien heb, ja, voor die 5 euro dat ik betaald heb of zo, dus zeker, ja, geen geld. Dus. Een Queensruig, dat is een. Dat zijn meerdere. Ja. Dat is een beetje dik. Het is een limited edition op 3000 exemplaren, als ik mij niet vergis. Het is ook het laatste album vorig jaar uitgekomen. 9000 exemplaren met een patch, etc. Ik ben geen grote fan van Queensruig. Maar dit album kreeg wel redelijk goede reviews, dus het was eigenlijk een blind buy. Dus ja, bon, voor die 3 of 4 euro dat ik ervoor betaald heb, gaan we zeker een kans geven. Een blind buy? Ja. Natte Frost. Ja, is met de zanger van Carpathian Forest. Of Carpathian Forest. Ik vind het niet zo het beste album waar hij aan meedoet, maar bon, de teksten zijn redelijk debiel, het is redelijk tongue-in-cheek. Ja, het is al veelzeggend, probably the best album in the world. Maar goed, het is wel fun. Ik heb het ergens meebestaald bij een andere bestelling om toch een beetje interessante shippingkosten te hebben. Dus, maar geen instant classic of zo. Next, Drave. Ja, Drave is een project van... de man, als ik me niet vergis, van Monarch. Canadese atmosferische slash black metal. Echt right up my alley. Is een album, heb ik redelijk veel moeten voor betalen. Gewoon. Als je kijkt, is eigenlijk een EP, een mini-album, ja. Een mini-CD. Met de shipping, want ik kon hem nergens vinden. Maar ik denk wel dat hij niet lang zal meegaan. Dus is op 250 exemplaren, is uitgebracht dit jaar. Dus ja, dat dacht dat ik er snel bij moest zijn, ja. Dus aanrader voor de liefhebbers van atmosferische black metal, die typische Quebecois sound. Monarch zit denk ik ook nog in de zak. Ja. Voilà. Ja, die heb ik, dus als ik mij niet vergis is dat dezelfde als dus die van Draaf. Ja, is ook typische sound, zoals ook Fortress, Delitaire, is op Sepulchral Productions, dikke aanrader, dit mini-album of deze mini-cd, EP slash, kwam uit op vorig jaar denk ik ergens en zeker ook een aanrader voor dus de typische Quebecois sound. Ja, dan hebben we Serment. Serment, ja. Ook op Sepulchral Productions heb ik samen besteld met die Monarch en nog een ander album. Is een project van een van de mannen van Fortress, als ik mij niet vergis. Zeer goede black metal, ook atmosferisch. Hebben we ook al gedraaid in een van onze afleveringen, die we, ja, een van onze mixen. Ja. Dus check it out.
atmosferische black metal uit Canada. Ah ja, en onze mixen ook. Ja. Checken, hè. De volgende is, ja, Fortress. Ja. Hun eerste album was jarenlang niet meer te krijgen. Metal Noir Québécois. Ja. Is nu heruitgebracht door het label Sepulchral Productions. Ja, de plaat is nog altijd onbetaalbaar. Die is niet opnieuw uitgebracht op vinyl, dus enkel op cd. Ja, de hoes is quasi hetzelfde, maar het is het album uiteraard dat telt. Fantastisch album voor de liefhebbers van de betere black metal. Ik ga je dan al die plasticsjes hier zo'n van doen. En, ja, misschien wel. We gaan dan een keer wat opleggen. Ja. Barbarian. Ja. Is van een multibuy van Hell's Hellbangers. $10 for $50 plus shipping. Is zeer goede Italiaanse black and trash met ook wat speed metal. Eigenlijk ja, een beetje de typische Hell's Hellbangers sound. En ja, ook nog gedraaid in de aflevering. Ja. Absoluut, als je niet weet wat geluisterd en je zoekt even een nieuwe band, check it out. En dan hebben we er nog twee van Samuel. Ja, beiden gekocht in de solden ook. Het was 3 uur of zo per stuk. Ja, wat en ik zie hier 9 bonus tracks, ja. 9 en 7. Dat klopt, ja. Ik dacht dat ik beiden al had. Gelukkig had ik maar 1 van de 2 al. Ik dacht van ja, als ik ze al heb, alle 2, dan is het voor de bonus tracks. Ja. Dus, maar gelukkig had ik er 1 nog niet van en dan anders 7 of 9 bonus tracks ja, voor 3 of 4 euro. Dat kunnen we niet laten. Nee. Dus Samuel heeft een slechtere periode gehad, maar deze 2 vind ik toch wel weer goed. Ik heb ze jammer genoeg gemist de laatste keer op Graspop. Ik heb de helft gezien, want toen speelden ze het samen met My Dying Bride. Ik ja, ik had dan een interview of zoiets, dus ik kon niet kijken. Maar Samuel blijft toch wel voor ons beiden ook jeugd sentiment. Absoluut, ja. Voilà. Maar dus bedankt voor het kijken voilà. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja.